Zie je deze stoel? Dat is de stoel. 19, dat vind ik absoluut heel belangrijk. Van de burgemeester van Utrecht. Het hardst groeiende statie van het land. Zullen we je ons statie even wat beter laten zien? Utrecht heeft veel centrale punten. De Neude, Stadhuisplein, het Domplein. Naast super oud hebben we ook super nieuwbouw en flink wat internationale allure. Utrecht is een van de koplopers in Europa als het gaat om kennis, cultuur en ondernemerschap. Utrecht Bruis, midden in het groen. Iedere buurt heeft een ander parkje waar we graag lekker picknicken of zwemmen. We zijn met zo'n 350.000 verwelkomend en zeker niet op ons mondje gevallen. Hoe trots we zijn op ons statie, gaan we eens even vragen op straat. Ik ben trots op Utrecht, omdat je het nog steeds schrijft met een G. Omdat het een multiculturele stad is. De Oude Gracht, de Domtoren, Tivoli Vredenburg. Heel mooie straat. Je kunt eten, je kunt koffie drinken. Dat er veel goede mensen uit Utrecht komen. Het is veel groen. Ik vind het echt geweldig dat Utrecht nu ook over een World Trade Center beschikt. Ik ben trots op de dorpsheid ervan. Ik woon met plezier in Utrecht. Lesterijen en fluiten, meren. Mixing old and new. Terrasjes, oude gracht en zo. Op Nijntje natuurlijk. Utrecht is zijn trots op een stad en als nieuwe burgemeester deel je die trots. We denken ook graag mee. Dat de stoplichten iets minder lang op rood blijven staan. It would be nice to have like more green. Ik denk dat Utrecht ook iets meer kunnen doen op het culturele gebied. Dat we iets meer plekken hebben om buiten te zwemmen. Via water, weg en spoor verbindt Utrecht de Randstad, Nederland en Europa. Een mooie uitdaging. Wordt jij ons boegbeeld?